Yo kijkers, welkom weer bij een nieuwe video. Dit keer ben ik weer terug met een nieuwe update over de fitheidscentrum. En dit keer ben ik met de enige echte YouTuber, JVVidia. Hallo, leuk dat je er bent. Check natuurlijk allereerst even het kanaal van JVVidia, hartstikke leuk. Hè? Ja, zeker. En ik ga hem helemaal blij maken. De rijkste man van Mytopia, die gaat een kijkje nemen in het fitheidscentrum in Greedale. Dus kom zeker een keertje langs. En wie weet kom je ook wel JVVidia tegen en misschien mij wel. Hartstikke gezellig. Kunnen we lekker een babbeltje maken en kom natuurlijk ook lekker je fitheid trainen. Nou, zoals je ziet, dit is natuurlijk de binnenkomsthal. Je komt hier binnen, kun je lekker chillen hier met alle gasten. Wat vind je ervan? Het ziet er wel nice uit, toch? Ja, ik vind het heel mooi en zeker die hoge plafond, dat zie je echt niet heel vaak in mijn koopje. Nee, dit is volgens mij ook de grootste winkel die er ook wel is in Mytopia. Hoe vet, ja, als je vroeger mijn winkels hier in Greedale zag, die waren een stuk groter, maar ja, natuurlijk is het allemaal weg. Nee, daarom. Vroeger echt towers hier, maar dit is wel echt een mega mooie plot en echt op een mooie locatie, dus dat is al heel vet en ik ben heel benieuwd naar het binnenkant, man. Ja, nee, kijk, hier komen dus allemaal dingen te koop, maar de poortjes staan open. We zijn tijdelijk ook gratis open om toch even de mensen een beetje bekend te laten worden met het fitheidscentrum, zodat ze toch vaker terugkomen om hun fitheid te trainen, zodat het ook niet onbekend voor hun is. Dit is dus de nieuwe update sinds de vorige video. Laten we hier beginnen. Dit is dus het zwembad. Kom lekker mee een duikje nemen. Heerlijk bad is dit. Oh, dit is heerlijk, man. Dit is echt heerlijk. Lekker even koel, verfrissend bad. Het is echt 30 graden of zo. Ik zie ook gewoon dat er mensen zijn hier. Ze zijn hier echt al aan het springen, dus het werkt toch al. Ja, het werkt nu zeker. Altijd cool en zo. En even Joey en Bush. Allemaal vet dat die ook zijn aan het springen. Mm-hmm. Maar ik vind het mega mooi. Ja, kijk, hier kan je dus ook je fitheid dus heen en weer rennen. Dan kan je testen, maar dan kunnen de kijkers het zien. Moet je zo springen? Ja, je moet springen. Voor je fitheid. Ja. Echt? Ja, dat helpt voor je fitheid. Maar dat wist ik niet, joh. Wie weet kan ik zo'n fitheid krijgen die ik nodig heb. Ja, nee, daarom, joh. En dat dit is. Niet. Heb jij blood boots bij je toevallig? Ik heb geen blood boots bij, maar ik heb ze wel. Oh, je hebt ze wel. Maar als je dus blood boots hebt, dan kun je dus hier ook keihard doorheen rennen. Dus dat is vet, man. Ja, het gaat nu heel slow, maar als je blood boots hebt, is het gewoon super chill om hier ook even. Dan is het voor zwempunten of? Ja, voor zwempunten. Ja, zwemmen en rennen tegelijk volgens mij. Nice. Mm-hmm. Weet je wie ook ooit een fitheidscentrum had? Nou? MaxNL Gamer, ken je hem? Ja, ken hem. Hij had vroeger in het begin van Mytopia ook een fitheidscentrum en dat was ook in Greedale. Dus dat is mega vet dat jullie ook eentje in Greedale hebben. Maar ik zie hier een zwem- en renbaan, ik ben heel benieuwd wat dat is. Ja, nou, allereerst hier komt dus ook een mededelingenbord met alle informatie, hoe het dus ook werkt. We beginnen hier, oh. Hier heb je dus een trap dat je van boven naar beneden gaat rennen. Ja, test het maar. Dit is mega vet, joh. Ja, dit is echt super vet. En helpt dit ook voor je fitheid? Ja, want dit is eigenlijk is het net hetzelfde als rennen, maar het gaat toch ietsje sneller en ook het werkt gewoon veel beter. Inderdaad, als ik naar boven loop, gaat het precies echt snel. Mm-hmm. En Hiro, dit vind ik toch echt wel het vetste. Je gaat keihard naar beneden chasen. En daarna zorg je dus dat je weer naar boven gaat. Ga je weer naar beneden. En naar boven. Ja. En naar boven heb je natuurlijk die renpunten weer. En naar beneden die zwempunten voornamelijk. Mm-hmm. Ja, maar het is eigenlijk. Dat ook doen. Dit zwembad is eigenlijk rennen en zwemmen tegelijk. Dus dit is eigenlijk 2-in-1. Oh wauw, dan train je gewoon twee keer. Wauw, ja. Dat is mega vet, man. Nee, inderdaad. En ik ga jou, omdat jij toch wel, ik wil het je toch wel even laten zien. We gaan jou even de kantoren laten zien hoe het er een beetje van binnen uitziet voor de medewerkers hier. Dus we gaan hier door de personeelspoortjes. Kom maar mee naar binnen. Kijk, dan gaan we even de poortjes dicht doen, zodat niemand mee naar boven gaat. En ja, dan komen we hier ook. Moeten we wel stiekem zijn, anders wordt de baas boos. Nou, dit is dus een kantoor van Schuben. Die ken jij denk ik wel. Ja, die ken ik. Dit zijn dus een opslagplaats voor de kisten. Voor andere rotzooi. Dit is de balie. Ah, dit is de balie. Oh, dit is weer buiten de balie. Oh, ja, inderdaad. En je kan hier alleen maar komen door deze ingang. Of door het poortje hier.
Dus dit is eigenlijk echt compleet afgesloten. Dit is ook een kantoor. Ja, mooi. We gaan er even snel doorheen. Dan gaan we ook naar boven toe. En dan zijn hier ook, hier komen toekomstige loonkisten. Dit wordt waarschijnlijk mijn kantoor. Dit is echt wel een mooi kantoor. Kun je lekker naar beneden kijken. Oh, inderdaad, zit naar buiten, ja. Ja, inderdaad. Mega vet, man. En hiero heb je dus ook. Straks, ja, een kistenkamer vind ik goed chill. Kun je lekker naar buiten kijken. Dat is trouwens ook nog van ons, dat die helikopter en die bus daar in die loods. Oh joh, is dat van jou? Ja, ja, ja. Oh, mega vet. En dan hebben we hier een archief. Is niet zo bijzonder. Wel lekker groot, kun je lekker alle rotzooi kwijt. Oké, en dan voor het laatste hebben we hier nog een kantoor. Dit wordt waarschijnlijk ook een kantoor voor iemand of gewoon een sollicitatie aanneemplek. Dus dat is ook wel nice. Hier heb je ook nog een opslagplaats in de kamer daar al. En dit was het wel zo'n beetje. Ja, het is daar best wel groot eigenlijk. Wat is jouw... Niet echt verwachten, maar het is wel best groot. Mm-hmm. Wat is je indruk verder over het fitheidscentrum in het algemeen? Ja, ik vind het goed dat het er natuurlijk komt. Er komen ook nieuwe fitheidpuntjes en er zijn natuurlijk superveel nieuwe mensen die natuurlijk starten vanaf nul fitheid en ze kunnen dan meteen keigoed doen door hier te komen. Dat is wel mega vet dat jullie dit hebben gestart. Nou, mooi om te horen. En je bent natuurlijk altijd wel welkom om lekker je fitheid te trainen. Geldt natuurlijk ook voor jullie als kijkers. Kom lekker je fitheid trainen. Het is nu tijdelijk nog even gratis, totdat we echt officieel open gaan. En dan kost het abonnement voor €100 per afspraak. Je kunt natuurlijk ook een persoonlijke begeleiding kopen. En dat kost volgens mij voor een bepaald bedrag. Dan kun je dus een medewerker hier als persoonlijke begeleider door het fitheidscentrum en die zal je ook alles uitleggen persoonlijk en die zal je ook gewoon helpen met je fitheid omhoog te krijgen. Oké, bedankt voor het meedoen, Jevenvidia. Het was hartstikke leuk dat jij even deze video meedeed. Ja, ik vond het super leuk en voor de mensen die meer Mindtopia willen, subscribe natuurlijk op Mindtopia Place. Van binnenkort een informatievideo op, over door jou natuurlijk. En abonneer op mijn kanaal, de link zal ook waarschijnlijk in de beschrijving staan, GVID. Dat staat allemaal in de beschrijving en natuurlijk moet je even abonneren op de king van dit kanaal. En dat is Gamekoper, ik kan zijn naam nog steeds Gamescoper. Gamescoper. Dus vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren, vergeet niet het kanaal van Jevenvidia te checken. En dan zien wij jullie zoals altijd bij de volgende video. Later!